Ik ben van de EFR Rotterdam. Asset Accounting and Finance in Tilburg. Raket Econometrie uit Amsterdam. Ik ben van studievereniging Risk uit Groningen. Van de financiële studievereniging Rotterdam. CEFA van de Universiteit van Amsterdam hier. De FSA uit Amsterdam. Ik ben er van bestuur van Arees in Amsterdam. Ik ken Deltaloid nog niet zo heel erg goed, dus ik heb eigenlijk dit jaar Deltaloid pas echt een beetje leren kennen tijdens mijn eerste gesprek. En dat smaakt wel naar meer. Deltaloid kende ik al. Deltaloid heeft vaker samengewerkt met Kraket, dus ik kwam eigenlijk al heel snel in aanraking met de naam, zeg maar. Ja, het is leuk om toch te laten zien wat Deltaloid ook buiten het werk doet. Dus bijvoorbeeld Shell, waar ze gewoon heel actief betrokken bij zijn en zeker ook met het watersportverbond. Ja, geweldig. Het ziet er echt perfect uit hier. Alles is goed geregeld. Helemaal top. En vooral doordat het dan iets actiefs is, wordt het heel leuk omdat je een soort competitieve dag krijgt en dat vind ik heel leuk. Juist het informele gedeelte, dat maakt het toch dat iedereen wat relaxter is en daardoor leer je toch ook gewoon de bedrijfscultuur ook op een andere manier kennen dan strak en pak. Ja, het begin leek een beetje moeilijk te gaan. Op een gegeven moment kregen we een beetje sfeer te pakken. Ja, het ruikt vrij vlekkeloos, gewoon een rondje gemaakt. Ik had niet verwacht dat ik nat zou worden. Maar ja, het gebeurt, hè. Ik ben echt onder de indruk van het hele schip. Ik vind het ook heel erg leuk dat ze met de kids heel veel doen. En dat ze voor de rest ons ook uitnodigen als studenten om langs te komen en kennis te maken met. Heel leuk, ja zeker. Het was ook voor sommige besturen de eerste keer dat we elkaar zagen. Dus dat maakt het ook leuk om elkaar te spreken. Ja, de andere besturen, het is leuk om elkaar te zien. We zien elkaar wel af en toe, maar niet heel veel. We bleven staan op het subboard, dus dat was een hele prestatie. En nu een leuke afsluiter. We proberen heel erg connectie te maken met de universiteit om de allerbeste talenten bij ons binnen te halen. We proberen ook bij te houden wat in jullie hoofden omgaat, wat met jullie leeft en hoe wij daar ons werkgever ook op in kunnen spelen. Hoe ik hier nu sta, dan is dat alleen maar duidelijk dat het ook daadwerkelijk is uitgekomen.